We zijn hier in de wijkfabriek in de wijk Wolfskuil in Nijmegen. En de wijkfabriek is een nieuw initiatief hier in de wijk. De locatie is nieuw vanaf september. En het is een ontmoetingsplaats, broeiplaats, broedplaats voor de wijk en de omgeving. Het initiatief van die wijkfabriek, dat kwamen wij tegen en dat kwam echt van de bewoners zelf. Dat was in het begin een klein clubje, maar dat werd langzaam maar zeker steeds groter en ook steeds steviger. Er is sowieso een gezamenlijke rol geweest van gemeente en het portaal. We hebben samen gekeken naar wat zijn nou de behoeften in de wijk. En dat zat hem heel erg op ontmoeting, dagbesteding, een stukje horeca. Dat samen opgehaald. We zijn samen opdrachtgever geweest aan een externe die het project heeft begeleid. We hebben daar ook wat centen samen bij gelegd. En nu nog steeds eigenlijk de wijkfabriek draaiende houden, een stukje subsidie geven. Dat doen we ook vanuit de gemeente. Ik heb voor mijn situatie vertellen en ik wil beginnen voor het starten voor mijn eigen bedrijven. En wijkfabriek voor mij kans gegeven tot ik beginnen voor hier mag wel gebruiken voor ruimte alles, tot de klanten opbouwen. We doen hier met drie dames, gaan we schoonheidsbehandelingen weggeven, zowel voor voet, hand, gezicht. Prijzen zijn heel leuk. De ruimte is ervoor, alle mogelijke wordt eigenlijk gedaan voor de klanten. Het voornaamste doel van de wijkfabriek om heel formeel te zijn is een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, sociale stijging en bewonersinitiatieven in de wijk Wolfskuil. Nou, ik denk dat de wijkfabriek een heel mooi laagdrempelig ontmoetingspunt is in de wijk. Centrum voor creativiteit, voor ZZP'ers, om een klein hapje te eten. Allerlei exposities, er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Dus het is een bron van energie. Leefbaarheid is nog altijd bij portaal een van de belangrijke items waar we aan willen werken. Wij zijn nog steeds voor die vitale buurten. En dat geeft ook meteen aan waarom dit project zo belangrijk is voor portaal. De wijkfabriek blijft doorgaan. Dus er zullen hopelijk enorm veel meer kleinere, mooie, grotere projecten komen. Dat is waarvoor we zijn. Dus het smaakt zeker naar meer.